Welkom bij de paddock, iedereen. De Formule 1-podcast van PlaySports, de voorlaatste al van dit seizoen. Want er is nog maar één grote prijs te gaan. En gelukkig is het nog allemaal de moeite. Het is toch heel interessant. Dat heeft het afgelopen weekend weer bewezen. Is het niet waar, Jongen? Ja, klopt. Heel veel controverse, waarschijnlijk de meeste van heel het seizoen. Uh, en wel toepasselijk in de voorlaatste wedstrijd. Dus. Uh... Ongelofelijke dingen gezien gisteren en uh, genoeg uh, spullen en ja, om over te praten. Ja, met een gelijke stand naar de laatste grote prijs van het seizoen, de eerste keer sinds 1974, redelijk straf. Uh, je hebt ja. ook een gast meegebracht. Wie heb je meegebracht? Ja, er werd mij van bovenaf een beetje gevraagd om uh, iemand uit de top van de comedy piramide te kiezen. Dus ik heb dan uh, Philip Geubels gestuurd, maar die kon niet. <laughs> en dan Alex Agnew ook, maar die was nog Drive to Survive aan het kijken. Um, dus dan heb ik hem uit anders benaderd. En de beste manier om hem eigenlijk voor te stellen is... Uh... Zo denk ik. <laughs> Welkom, Goh, uh, Is dit dan de, de sfeer, de stijl van vandaag? Dat kan niet lukken. Dat kan niet luk. alleen luisteren en ook, Sam heeft net een snor op zijn gezicht geplakt. Ik kan ook gewoon vertrekken. Ik, 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 wel, ik wilde mijn echte snor laten staan, maar dit is het resultaat, dus uh, een beetje beschamend. Ja, oké, okay, ik kan hier niet verder op ingaan, maar dank u voor de introductie, Sam. Je had ook kunnen zeggen, de, de mooiste snor in de Formule 1 sinds Nigel Mansell, maar... Dat vond ik een mooie gisteren, inderdaad. Ja. Zo we hebben we je aangekondigd gisteren, maar kijk, hij, ja, hij ja, wil het op ja, zijn manier doen hierop. Ja. Het, het is een lul, en het zal altijd een lul blijven. <laughs> welkom, welkom in de podcast. Uh, weinig mensen gaan de link kunnen leggen tussen jou en autosport, denk ik. Terwijl ik uh, al heel veel in een Formule 1-hotel heb geslapen. <laughs> dus, uh, nee, ja, uh, waarschijnlijk niet, maar uh, voilà, die link is er. Hè. Ja, waar uh, komt die passie vandaan? Uh, dat is, dat zit in de familie, dat, is, uh, dat zit in ons bloed. Ik ben van jongs af aan uh, elke zondag Formule 1, dat was de afspraak bij ons thuis. En, dus, en, dat, is, en dat is gewoon doorgegaan tot dat nu? Dat is nooit veranderd, ja. Ik ben echt waar, bij mijn, mijn vader die viel dan niet slaap. In de helft van de wedstrijd. Wat was nog de saaie periode toen? En ik merk dat nu ook. Ik dwing mijn kleine mee te kijken. En ik val zelf soms ook nog nu, dit seizoen wat minder. Maar dat gebeurt dat ik wakker word. Zo bij bij ronde 30. Dus die traditie zet zijn eigen voort. Dat is mooi. Dus, mooi. Ja. Ja, en vanaf welke leeftijd is dat bij jou begonnen? Of was het echt. Zo, zo oh, ver je je kan herinneren? Ja, ik heb nooit anders geweten. Dat is echt van heel lang geleden al. Ja. Heb je ook bepaalde periodes schat, die er voor jou bovenuit steken? Want ik denk iedereen die zo'n sport heeft meegekregen van klein zijn aan, heeft wel één bepaalde periode die ja, de beste herinnering heeft. De de Williams periode, zo uh, mensel, uh, ja, <laughs> Toepasselijk. Toepasselijk, maar dat is het, dat is, dat, ik vind dat ben echt één van de... In, uh... nee, maar, en dat schijnt dus, uh, ik vond dat een fantastische mens. Ja. En dat schijnt dus een gigantische rotzak geweest ja. te zijn blijkt dus nu. Nu beginnen mensen wat te praten en boeken te schrijven. En uh, die was verschrikkelijk om mee te werken, Schendt. Maar blijven nog altijd? Nog altijd. Is dat een uh, verschrikkelijk arrogant figuur? Dit, ja. Overal waar die binnenkomt, in elke VIP. En hij zal dat wel volledig uitpuren tot zijn laatste dagen. Uh, nog uh, nog ja. dan zat hij wel een sympathieke kop, hè? Zie, dus ik heb veel gemeen met de man. Hè. Uh, <laughs> maar ja, dat, zo die periode, dat is voor mij mijn... Dat ja, staat in mijn geheugen als de tofste periode om Formule 1 te volgen. Ja, ergens ook een beetje toepasselijk. En Frank Williams is... Acht dagen geleden ja. overleden. En wij hebben het er gisteren in de uitzending nog over gehad, Sam. Omdat Williams de laatste jaren niet meer echt top is. Mm -hmm. Kunnen veel mensen al vergeten zijn wat voor een episch en legendarisch ah, team ja, dat ja, eigenlijk ja. is geweest, ja. jarenlang? Hè? Ja, voor ons generatie is McLaren en, en Williams een heel grote merken, hè? Ja, het is 16 wereldtitels, ja. alleen Ferrari doet beter. En dan is het nu ja. zo'n. Het is eigenlijk een beetje zielig om te zien wat er van dat team. Geworden is. Ook al kan het snel weer keren, maar het is wel serieus veranderd. Hè? Ja, ik denk dat het veel over de Formule 1 zicht in het algemeen. Het is altijd een dure sport geweest, maar dat heeft zich enkel opgebouwd. En dat is altijd meer corporate geworden, die belangen zijn groter geworden, ook politiek ja, gezien. Wat er vroeger kon, in die zin, kan nu vandaag niet meer. En dat is ergens ook wel logisch. In zo ik. van die wereldwijde sporten, een familieteam. Ja. Dat ja. lijkt mij sowieso zeer, zeer onlogisch. Ik dat vind het wel mooi dat, ondanks het feit dat ze dat team verkocht hebben, dat het Williams blijft noemen. Blijft ja, hezen, wil ik zeggen. Marketing waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk, maar toch, ze hadden ook voor iets anders kunnen kiezen. Sponsornamen die, ja. die, die pakken, die nemen vaak de bovenhand. Hè? Lijkt een mooie geste, maar ik denk inderdaad dat dat ja. toch meer commercieel. Uh... Ik denk dat dat gewoon puur marketing en commercieel is en effectief. Uh... Volgend kan dat al iets helemaal anders zijn. Ja, ik, ben, snel, nou. ik hoor het, ik ben te naïef. Het is, het is heel duidelijk. Het is, uh, ja, ja, dat kan okay. zijn, dat <laughs> dat, dat volgend jaar Williams Veranda Willems wordt. Hè. En dan ook een iconische, een iconische team wordt daar heel veel titels gaan winnen. Met Nick Nijs als teammanager. Het, het zou wel kunnen. Uh, Sam, mm. jij je hebt hierom me gecoacht. Uh, ja, toch even. Dat is, al, dat is al wel een aantal jaren geleden. Ja, en dan ben ik mijn eigen weg gegaan. <laughs> ja. Ja. Het was geen succes, de samenwerking? Of, jawel, jawel, hij heeft dat goed gedaan. Maar op een bepaald moment wordt de, ja, de leerling wordt beter dan de meester. <laughs> en dan uh, scheiden de wegen. Hè? Dus ik ben blij dat ik nog eens terug zie, Sam. hoe is Jeroen achter het stuur? Um, ja, Van was... een racewagen, hè? Ja, ja, ja de, de andere weet ik inderdaad niet, maar um, dat was zeker niet slecht. De keer dat we samen hebben gereden was, was, was eigenlijk redelijk goed. Dat was samen met Filip Geubels. En, ja, het verschil qua natuurlijk talent was daar wel redelijk groot. Mm -hmm. um, in welke en, richting? Misschien even verduidelijken. Ja, in het voordeel van, van Jeroen. Um, maar ik denk dat jij... Je werd misselijk achter het sturen al een tijd, denk ik. Dat is dus ja, het dat grote probleem. in de spiegel te kijken. En dat is het, ah, het ah, jammer van, van, uh, van... Nee, dat is echt waar. Ik meen dat. dat is het, uh, ik had een hele goede uh, racecoureur kunnen worden. Te trots van België, Maar ik, uh, ja, mijn maag. Dus je hebt voetballers die een slechte knie hebben. Ik heb gewoon een slechte maag. Ik rijd mijn eigen echt uh, misselijk. En hoeveel rondjes ja. nou, is dat? Is Het hangt dan... er vanaf, maar uh, welke auto dat ik zit. Uh, maar sowieso, als ik met iemand meer rijd, dat doe, ik, dat doe ik eigenlijk nooit. Tenzij dat echt, echt de ja, moeite is. Dat snap ik. Dan ben ik echt nou één ronde al. Uh, ik uh, Stoffen van Toornen in mij zo al in spa rondgereden. En dan weet ik van, ik kan heel een dag. Niks meer kunnen doen. Wegens mottigheid, <laughs> maar ik heb dat voor over. Um, ja, bij een Tom ben ik al mottig geworden toen hij zei: van, Ah, allee, de banden zijn warm, nu ja. gaan we er zo beginnen. <laughs> en ik klink daar al echt zo mottig als een krab. <laughs> uh. Maar uh, voor de rest, als ik zelf vrij gaat het iets beter. Maar uh, meer dan tien rondjes, uh, dan stop ik, ik toch even uh, Jammer. Te... Nee, maar dat, dat hoort erbij. Ik vind bij trackdays, ik ben ook niet zo competitief. Kort en krachtig. Ja, voilà. Ik, heb soms, ik weet nog perfect welke perfecte rondjes dat ik op spa heb gereden. Ik kan ervan hmm. genieten. Maar of dat ik nu twee uur een, een stuk heb geknald. Af en toe is uh, iets gaan drinken, ik kan geen kwaad. Hè. Allee, dat is... Elodie die is er ook blij mee. Uh, die, uh, die weet zelfs niet dat ik kan rijden. Allee, die snapt die, die, ja, die vind ik verschrikkelijk een verschrikkelijk chauffeur ben in het verkeer. Dan <laughs> probeer ik uit uh, te leggen dat dat niet is, hoe dat je op circuit rijdt. Ja. Ja. Uh, los van het racen, hoe groot is jouw autoverslaving? Uh, die was redelijk groot eigenlijk. Nu iets geminderd. Met een kind verandert uw, ja, uw noden. veranderen. Mm. Uh, want vroeger ging ik dus echt uh, met een 911 naar de crash, met pie met de remmen. En zo kennen dat de banden die zo vol rubber hangen, van alle rubber die je hebt opgepikt. Van opzij te gaan ja. van de echte snelle mannen. Uh, verschrikkelijk. Uh, dus ja, ja. dat wordt wel beun aan een tijd zo. De, dus dan begin je te kijken naar een, een, een echte auto voor op circuit te rijden. En dan eindigde in een, een donkervoort bijvoorbeeld, ja. uh, heb ik dan gehad. Maar dan zitten ook weer zo met een auto die zo weinig gericht is op, op de gewone weg, dat is verschrikkelijk om met te rijden. Op de gewone weg, hè. Dat, is, ja. dat is hel. Een, 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 een kleine bult in de weg moet je zoals een krap nemen. Anders dan eindig in de. Ja, je, je voorkant uh, gaat ja. er gewoon af. Uh, zelfs ja. bij, de, bij de keuring krijgen die zelfs niet op de lift. <laughs> <omdat> die <laughs> moeten dan zo van die plaatjes gaan leggen om die op Alleen op een duur, daar is de lol ook snel af. Ja. Um, en dan denkt van ja, voor die paar trackdays dat je nog kunt. Wegens mm. ja, ook een zeer succesvolle carrière in de media natuurlijk. Dus mijn zomers <laughs> zijn sowieso wel heel druk. Um, dus nu is dat wat geminderd actief. Hè? Dus ik doe nog wel een trackday uh, op, op, uh, als ik kan. Um, maar maar een pak het is, minder. ja, ja een pak minder. Het is, maar de liefde voor de autosport blijft. Ik blijf wel kijken naar alles wat er mm. beweegt ja. op tv. Ja, gisteren Sam uh, zei mij van je moet naar die podcast even luisteren. Jerome en ik hebben daar al eens in gezeten over auto's en ik heb daar interessante dingen gehoord uh, over uh, verkeerde autokeuzes, onder andere. En ook, ook, ik vraag het eigenlijk af: wat is de slechtste autokeuze die jij ooit gemaakt hebt? Ik heb er nog niet veel moeten maken, dus um, ik heb een iets minder succesvolle mm. mediacarrière dan Jerome. Dus uh, in die zin niet zoveel keuze. Nee, ik heb nog maar twee auto's gehad. Dat was mijn uh, Audi RS4. En die heb ik uh, dit jaar verkocht. En, en nu, nu rijd ik mijn BMW M3. Even BMW in de, in de kijker zitten. No, no, Dat is een degelijke auto. Hè. degelijke auto. <laughs> um, dus nog niet zoveel uh, verkeerde keuzes wat betreft auto's toch? Dus, um, ja, ik heb nog tijd. Hè? Ja. Wat is jouw foutste keuze qua auto geweest? Ik heb, uh, nee, nee, maar de truc is: ik heb geen enkele foute keuze gemaakt. Andere we kijken de ander. Ah, ja. dus okay, wat is, is dan volgens de perceptie nee. jouw foutste keuze geweest? Ja, ik heb mijn Renault West Pas rondgereden toen ik in een vrijgezel was. Zoveel dus... mogelijk rieten erin. Doen. Ja, nee, dat is gewoon handig. Ik had een dikke hond. Ik had een actief levensstijl, dus heel handig. Maar ja, mensen kijken: ik heb een monovolume voor... Alleen in rondrijden. Eigenlijk gewoon super slim in die periode in je leven. Hè? Maar, ik, uh, uh, ik, ja, eigenlijk niet echt, want ik heb eigenlijk vooral heel veel top. vrienden uh, helpen verhuizen. Dus, <laughs> dus dat is ook verschrikkelijk. <laughs> ja, je hebt een pas <laughs> ja, Dat is maar, dus, uh, Ik heb nog altijd een liefde voor s <laughs> Ik kan er niet aan doen. Uh, ik klop er nu mee te koop, hè, maar ik vind dat nog altijd uh, onderschatte auto's. Uh. Het opvallendste wat ik eigenlijk gehoord heb in die podcast... Ik ben de naam even kwijt, Sam, dus je moet me even, even helpen. Van de podcast die ik moest beluisteren gisteren. Sorry aan die mensen. Ja, uh, is het van uh, Autofans? Ja, Autofans? Het is, ja, het is van Autofans. Ja. Kijk, maar ook, kijk. Uh, ik weet ook niet meer de exacte titel van de, de... podcast van Autofans. Voilà. Kijk, we zullen het zo zeggen. Um, ik vond het een heel mooi woord dat je ophanggevoelig bent. Dat is waar. vond ik heel mooi. Leg even uit voor de mensen. Hoe, hoe kan je ophanggevoelig zijn? Suïcidaal. Ja. Ja. We hebben het maar, over auto's. He. We hebben wel kunnen waarschuwen dat, het, dat ik echt over intieme dingen schaam. Uh, ik ben ophanggevoelig uh, in de zin dat ik... Uh, ik ben uh, zeer, zeer gevoelig aan de ophang van een auto. Ik kan niet... Bijvoorbeeld, ik heb een X5 gehad. En ik kon die niet snel genoeg teruggeven. De eerste hybride versie was dat toen. Want nu zijn ze al veel, veel verbeterd. Uh, maar die eerste, die, als, ik, als je uh, een, een oneffenheid hebt of een kleine daling in de weg. die gaat naar boven. En die heeft nog een extra schokje om zijn eigen nog te zetten. Ja, dat weegt ook mm -hmm. meer dan een ton. Dus ik snap wel dat die ophangingen. dat die het heel lastig hebben met hybride auto's, vooral en elektrische auto's. Maar ik ben daar heel gevoelig aan. Ik kan dat, dat schoksken. Ik heb dat nooit aan voort. Ik heb altijd gezegd: nee, ik kan er niet tegen. Nee, het schoksken. Nee, dat is ja. te veel. Elke keer, hè. En dus dat wordt vermoeid na een tijd. Ja, dat geloof ik. Ja. Dus ja, dat is iets in mij. Ik ben er. Ik kan echt. Ja, ik hou van een ophanging die en die kan hard zijn, die kan zacht zijn. Ja. Maar die klopt. Die niet zo. Uh, je hebt zo de ophangingen die van beide walletjes willen eten. <laughs> uh, dat, ja, dat is gewoon zo. Dat kan je ja. niet tegen. Het is, ja. een, het is of comfort of het is sport. Ja, klopt. Uh, bij Porsche die hebben dat perfect onder controle. Uh, dat blijft altijd sportief, ook al heb je hem in comfortabel gezet. Je blijft altijd zo die. Je voelt de weg, je voelt nog altijd waar je auto aan het doen is. Ja. Uh, ik nu bij BMW, die doen dat dan weer perfect qua comfort. Je voelt gewoon niks, het <laughs> maakt niet uit, ik kan, ik kan op de maan rijden of, of in <laughs> Brussel, dat is allemaal hetzelfde. Die, die moffelen alles weg. Dat is echt, ik vind dat magisch, dat is het magische tapijt hè. Dat is, uh, dat vind ik dan weer voor die auto vind ik perfect en daar oh, heb ik heel veel respect niet, voor. mag gewoon niet tussenin liggen. Het mag niet tussenin liggen. Oké. Okay. En er mag ook niet op bespaard worden, ik vind zoveel uh, automerken, die, ik snap dat wel hè. niet elke auto kan even duur zijn natuurlijk, maar die, die, ja, dat is niet aangepast. En ik heb, ja, sorry, ik heb daar heel veel problemen mee. Ik, ja, zijn er nee, was, waar, ik hey, kan er echt kwaad voor worden. Leuk dat je die inkijk geeft ook. Zo. Zijn er dingen waar jij gevoelig aan bent? Routes. Zo één ah. specifiek ding. Ja, voor an die andere dingen, dat is voor een andere slechte moment. Slechte moppen. Is... Um... <laughs> wij zijn vooral gevoelig voor jou, slechte <laughs> ja, moppen. Ja. En terecht. Ja. Um, nee, dat klopt wel wat Jeroen zegt. Um, maar ik, ik, voor mij is het, als ik met zo'n auto rijd die echt comfortabel rijdt, dus die zachte veringen en ophangingen, om het zo te zeggen. Daar, daar word ik snel zo'n beetje gedegoteerd van. Van mij mag dat allemaal redelijk hard en stijf zijn. Ja, nee. eh, totdat je een kind hebt. <laughs> ja. Dus als jij over kasseien rijdt, dan wil je die kasseien kunnen voelen. En niet ja, over... dat geeft gewoon een auto die, die stijf is, dat geeft heel veel feedback. Hè? Uh, dat is ook de bedoeling. Hè? Ja, je wel, uh, moet je, je feedback hebben als je mij twintig eieren van een supermarkt naar <laughs> Nee, maar ik, vind echt, ja, ik zit nu in man een man. fase in mijn leven dat ik echt denk van, rot toch op met alle sportieven voor op de weg. <laughs> ja. Je zit met camera's overal scholen. Je kunt niet. Het is totaal ongepast. Ik merk het bij mijn nou, Ik rijd als een, als een opa. Ja. Ik vind het ook niet erg. Hè? Maar waarom nog zo altijd die kleine ja, ja, catches? Ik vind dat zeker wat betreft power. Maar ik vind wel dat... Zolang dat ze, die, 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 dat ze dat niet puur comfortabel maken, ondanks dat we veel te of traag moeten rijden, dan voelt het toch tenminste iets. En anders is het, is het gewoon ons van punt A naar punt B bewegen en dan kunnen we ons enkel ja. gaan amuseren op circuit. Oh wel, dus daar ja, kan ik nog wel van ik genieten. Ik zit al in die fase. Ja. Ik, al. <laughs> ik snap niet dat uh, automerken van gigantische velgen... <laughs> Nog op van die gezins-, allez, gezins en ja, stadsauto's. Ja. Ik zou oh, gewoon voor. Kijk, het is aan mijn vellen. Ik, ik kan er niet bij. Ja, ik zit al verder. Ik ben al echt. Ja, ik, ben echt ik hoor nu mezelf praten. Ik ben niet ja. Je zit al in het volgende stadium. Oh, Maar, is, echt. <laughs> uh. maar het kan nog altijd. Die midlife-crisis moet nog komen. Hè? En dan. Ja, dan wordt het. En uh, dan. Dan gaat het ding mottos. terug veranderen. Um, het Formule 1-seizoen. Het is het perfecte seizoen op het perfecte moment ergens. Want ja. de hype kan ergens niet groter zijn rond Formule 1, dankzij Drive to Survive. Mm. Meer en meer mensen die het interessant vinden. En dan is dit seizoen echt een ongelooflijke cadeau. Zeker met hoe het er nu aan toe gaat. Hè? Dit moment, deze situatie. Ja, hoe de, de Formule 1 gegroeid is, euh, zien we altijd. Hè. Om de zoveel jaren gaan ze voor een iets ander concept. Hè. Die hybride technologie kwam er dan bij. Mercedes had daar een gigantische voorsprong, omdat die gewoon euh, het juiste concept direct gevonden hadden. En dan borduur je altijd verder op dat succes. En dan kan de rest eigenlijk niet inhalen. Ook niet als ze meer budget uh, of resources ter beschikking hebben. En ja, dat zien we nu eindelijk in dat laatste jaar. Het heeft veel te lang geduurd dat Red Bull er dichtbij zit. En dat is prachtig om te zien. Ik denk dat de conclusie is dat die sport eigenlijk elk jaar zo zou moeten kunnen zijn. Mm. Uh, en ik hoop met die budgetcap die er nu al is en, en altijd uh, kleiner zal worden eigenlijk... Um, dat ze dat iets meer kunnen bereiken. En wat ook helpt is dat die vijandigheid er ergens terug is, hè? tussen verschillende teams. Op dit moment, we hebben dat de laatste zeven, acht jaar gehad, tussen Rosberg en tussen Hamilton, ja. en hetzelfde team, maar eindelijk hebben we nog eens echt vijandigheid en het was vooral naast de baan, maar nu hebben we ook gezien het afgelopen weekend dat het op de baan ook helemaal terug is en dat geeft dat toch iets extra. Ja, ik kan even mee ineens, ik vond uh, de wedstrijd van gisteren een afluiting ja. van het, echt voor... dat mogen ze geen twee keer hebben, ik vind dat verschrikkelijk. Ik zag ineens op voorraad mensen die... jee echt fantastische race en zo. Ik vond het belachelijk. Ja. Ik vond het echt circus. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat wel een stuk klopt. Uiteindelijk mochten de, vecht, de gevechten gewoon uh, kunnen gebeuren. Dan, dan is er eigenlijk geen probleem. Maar de FIA die hebben een precedent gesteld de afgelopen jaren. En dat werd altijd strikter van... Dat mag niet en dat mag maar niet. We mogen bijna niet meer ademen of we mogen niks meer zeggen. En, um, en dat is hoe de Formule 1 momenteel is. Maar dat is eigenlijk wel heel spijtig. Maar het is, het is een combinatie. Hè? Het is... Eerst al uh, de, de Stewards, die alle, op een duur al die regeltjes, het is belachelijk. Ja. Vorig seizoen hadden we zo mensen die 40 plaatsen erachter moesten. Ja, zo. Dat uh, gaat niet. <tails> en dit seizoen, zo, ik ben al sowieso, vind ik het al, uh, uh, Arry, discussieerbaar. Moeten wij in Ginder gaan racen? In een land dat, ja, dat is een vet. Arry, niet echt de beste mensenrechten heeft, uh, uh, is de naleving ervan. En dan, als je er gaat racen, dan gaan we racen op zo'n circuit. Mm. Dat is eigenlijk totaal niet. Allee, dat is dus, ja, ik heb het dus opgezocht, want ik wou weten. Wie heeft in godsnaam. is op dat idee gekomen? Het is, het is Tilke, maar het is zo'n zoon. Dus ah. zo'n zoon Tilke heeft dus hier. de mooie. Echt, de mooie traditie nou, van. Circuit, van zijn vader van <laughs> uh, Formule 1 naar de kloten helpen. <laughs> <laughs> heeft, uh, hij gaat net hetzelfde doen. En ik begrijp dat niet. Dat is, dat is echt kijken naar Monaco. Ah, wat kunnen we. Ja. Monaco. Ah, de tunnel dun, in Monaco. Dat is leuk. De tunnel in Monaco kunnen we er een circuit van maken. Ja. Dat is een betonnen mist. Totaal niet geschikt. En dan zie je effectief dat dat een schietkran wordt. Hè. Je, kunt je, je wist niet... dat het ging gebeuren ook. Hè? Ja. Zo snel mm. tussen die muren, er is geen foutenmarge. Maar, je er... kunt, maar dan kun je toch ook geen tactiek op... Alleen, Je kunt toch niet meer volgen. Dat is dacht, heel moeilijk. Iedereen was ja. aan het kijken wat gebeurt er ja. hier. En ah ja, het is gedaan. Want oh, die vergelijking met Monaco werd inderdaad vaak aangehaald. Ja. Maar dan zie je die gemiddelde snelheden. In Monaco is het gemiddeld 165 per uur. Gisteren 254. Ja, ja Dat is, dat is 90 vind, kilometer ik per vind uur verschil. In Monaco ook al een, een, een race waar dat effectief was. Het ja, er, er zijn veel nee. Maar dat de enige nut is, omdat dat zoveel geschiedenis en Formule 1 geschiedenis heeft, mm. dat dat nog, ja, dat je nog denkt: van oké, okay, mm. mag je nog bij. Maar dit, je zou toch verwachten, als we nieuwe circuits erbij gaan steken, dat we echt allez, top circuits kunnen krijgen? Ja, en uiteindelijk, Money Rules in de Formule 1. En ze willen ja. per se een race dit jaar er nog in proppen. Ze zijn dan ook super laat begonnen aan een hele ontwikkeling. Ja, ja, het is, en dit circuit is, is dus ook niet blijvend. Het is een statisch circuit, maar ze gaan naar een andere plek. In Jeddah, waar ze de echte race uh, binnenkort voor de, op de lange termijn gaan doen. Yeah. Dus die is snel, snel, snel in elkaar gestoken. En er zijn zeker onderdelen die ik kan appreciëren. Ik bedoel, Net zoals in Qatar, die, die hoge snelheidstukken die halen het beste naar boven in de huidige generatie auto's. Dat is denk ik voor iedereen heel aangenaam om te zien. Want dan is er geen combinatie met, met, met lange remzones om een beetje ja, het inhalen of inhalpogingen te bevorderen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik er ook dom aan. En als je dan kijkt naar gisteren, hoe chaotisch het was. Dan zie je ook dat ze eigenlijk niet goed zijn voorbereid. Dus in Monaco zijn ze heel snel als er ja, iets gebeurt. Kraan, ja. Hier gisteren er gebeurt iets klein. Ah, ja, ze moeten een race van stille, stille ja, ja, ze die, moeten... die eerste crash van Mick Schumacher. Ja. dat dat zo lang geduurd heeft. Ja. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar op dat niveau. Dat is onaanvaardbaar en, en, en allee, Dat duidt een beetje op. Ja, dat zeg je gewoon omdat je grote vriend van Hamilton is. Dat... dat is ook wel. Allee, dat weet iedereen dat in de sector. Ja, ja, dankzij mijn een Nederlandse Hamilton, vriendin. Goede ja. maatjes zijn van. Nederlandse vlag. Uh, ja, nee, nee, dat is duidelijk. <laughs> Ik vond het heel slappe voorhand dat er ergens over gediscussieerd werd: van wow, er gaat niks gebeuren hier. Als je wel kijkt naar die eerste oefensessie, is daar Science of Leclerc die daar. Ja, maar in een foto. Zeker daar. Ja. Zoals de ja. race ervoor was het al. Ja, en, en ja, uiteindelijk wel. valt het dan gisteren nog mee. Hè. Je moet u eens een andere uh, situatie inbeelden. Er zijn heel veel blinde bochten, maar dan ook nog eens gecombineerd met heel veel snelheid. Hmm. Dus als er iemand achter tevoren zou staan, ja. als je daarop rijdt. Hey, dan, dan vliegen je tot buiten het circuit, over het hek of, of iets, ja. iets dergelijks. Dus ik denk dat de Formule 1-piloten het zelf al zeiden, het is... Het is... Ja, maar ik heb ze zijn ze allemaal, oh, fantastisch publiek, en ook, we, hadden, we hadden echt een fantastische circuit, heel... Uh, maar als je in een land zit dat kritische journalisten in stukken laat snijden, ja. dan ga je niet <laughs> zeggen van, dat circuit is zakt ja, hier van dood, ik wil weer weg, hè. Zondagavond dat is echt, uh, de vuilnis wegzetten. Ja, maar ja... <laughs> Echt allemaal echt wel wow, een, een moeilijk circuit, maar echt ja. een, een, een top. Nee, op één ronde denk ik is het, is het fantastisch om inderdaad te voelen wat zo'n Formule 1-wagen kan en dan zeker hoe accuraat je moet zijn tussen die muren ja, dus en de kwalificatie. Je voilà. Maar je weet dat als je met auto's samen rijdt, als daar dus ja. iets misloopt... Als je inderdaad een haas ook op het circuit hebt, uh, allez, twee hazen. Is nou het verschil, hè? twee hazen. <laughs> ja, maar Mazepin was wel de schemiel van de dag hè? gisteren. Ja, Hoe echt, erop, ja. vindt, ik vind misschien ik eerder de wedstrijddirecteur de Chemiel van de Dag of de, of de Michael Matthews Stewart. Maar dat de, ja, de, de moment dat die bonot onderhandelen. Ja, ja, echt, ik, dit ik, is ik, mijn ik, voorstel. Ik, ik snapte niks. Als, als tv-kijker is dat wel geniaal om mee te krijgen. Ja, maar als, maar als, als het voor is een Meleen lief hebben, dan denkt je toch van, van wat? Als gebeurt autoriteit. dat nog? Is dat de eerste keer dat dat gebeurt? Of is dat, uh... dat is de eerste keer dat ik het hoor. in ieder geval Allee, Natuurlijk, ze doen pas sinds dit jaar die communicatie. Ze geven die pas sinds dit jaar vrij. Um, tussen de koersdirecteur. Maar, dat, toch... maar... maar dat, dat ook zo iemand zoiets voorstelt. Of ja. een scheidsrecht dat iemand gaat gaan zeggen: van. Okay. Nu en stel ik voor dan, dat je nog geen gele kaart krijgt, maar nee. En dan als toeschouwer hoor je dat ja. dan allemaal, dan zit je toch ook te kijken van wat is en, dat Ja, is? en het was echt een, een suggestie, want zei... Ja. Dat is onze suggestie ja, dat was, dat is ons John, voorstel. tegen John Wheatley ja. ja. van, van Red Bull. En die zei dan van, um, geef ons een minuutje. Ja. En dan kwam ja. Ja. Uh, Geef ons nog een minuutje. Ah ja, nee, maar dat is goed, we wachten wel ja, in de pits. Uh, dat, dat is echt onderhandelen echt. gewoon. Dat, is, ik vind dat, dat vind ik dus heel jammer. We hebben nu net een, se een seizoen dat echt naar een finale aan toe groeien is. Alle puzzelstukjes kloppen. Ja. Maar die laatste stukjes, als ze er zo in ontrammen, dat je denkt van, enfin, allee, het zou echt op de baan moeten gebeuren met, met prachtige race en tactiek, maar ook, mm -hmm. Maar toch niet op deze manier. Maar dat is ook niet. wat Verstappen gisteren zei, want we hebben gisteren het Driver of the Day um, interview geskipt, omdat dat het meestal het ja. meest nutteloze interview ooit is. Was het voor één keer mooi. Wel, ja, echt, voor één keer was het dus wel deftig. <laughs> we zeiden dat letterlijk op antenne van ja, het meest nutteloze interview ooit, of ik zei dat, en nu zegt hij voor een keer iets, en dit is geen Formule 1 meer, Zij Verstappen. Ja, hij gelijk, hè. Dus ik vond dat ook. Ik vond dat echt zeer jammer. Dat, en ik weet niet goed waarom daar een echte Formule 1 liefhebber daar gisteren wild zou van geworden zijn. van Wauw, mijn sport is. Wat zou waarschijnlijk voor de kijkcijfers En, en dat is altijd heel. De Onvoorspelbaarheid, denk ik. Ik denk dat dat, dat is het degene is wat misschien wel wat ja. mensen aantrekt. Omdat je weet van er kan elk moment iets gebeuren. Dus je weet niet welke kant het op zal gaan. Dat dat misschien het, ja. het aantrekkelijke maar, is. Maar wilt je dat? Wilt je dat je favoriet door. Maar Ik denk, ik denk vooral dat wat mensen aantrekt, is eindelijk nog eens het gevecht echt vooraan. Hè? Je hebt vaak wel voor de tweede, derde ah, wow. positie dat gevecht, maar nu, nu heb je dat voor die eerste plek, wat je uiteindelijk wilt in een sport. Je wilt zien wie, de, wie er als beste uitkomt. Dus nee, maar die denk redenering dat snap ik, maar... Heel veel fans gaan verliezen als ze zo blijven onderhandelen en ja, zo blijven dat's, dat's, met dat's st strooien ja. die, oh, dacht, Zeker maar. omdat door de FIA, door hun slechte communicatie, hebben de piloten die dus eerst aan het rijden waren en verstappen, zelf ook dingen gedaan die ze anders niet hadden gedaan. Dus er is echt een directe inmenging ja. erop. En ja, dat kan toch inderdaad echt niet gezond zijn. En ook voor de neutrale liefhebber of voor de, de meer Formule 1 of Autosport leek die dankzij dingen als Rive to Survive meer wil beginnen kijken. Maakt het ook gewoon moeilijker om te, om te volgen. als maar je die er voor alles penalties op. Ja, er kunnen er kun toch totaal niet van. Nee, daarom? En dan nog een die denken, als ze dan kunnen volgen, denken yes, deze is Formule 1. En dan volgend seizoen gaan die ineens weer zo. Iets helemaal anders. Een gewone races in de treintjes. De, ja. het, is, het is geen. Ik vind het geen reclame voor de sport. Wat was de, wat was de meest onnozele penalty of niet uitgedeelde penalty of die er gisteren uh, is uitgedeeld? Goh. Ja. Ik denk dat het in mijn ogen lijkt het meest onnozele moment het moment dat verstappen helemaal te wil laten passeren, omdat de communicatie niet onduidelijker kan zijn dan wat daar is gebeurd. Maar dat is ook dat is ook een fout vind ik van de organisatie als je uh, zegt van je moet iemand voorlaten, dan moet je ook zeggen op het rechte stuk of je moet een plek afspreken waar het kan gebeuren. Mm. Nu, die mannen die gingen in de remmen voor, voor die niet, DRS. Ja, voor DRS. Dus dat is gewoon, ja, dat, ja. Is, dat is die winnersmentaliteit. Zegt fuck off, ik ja. wil niet, ik wil mijn klep open hebben. Dat kun, ja, dat is logisch. Maar dus dat zijn, ja, je moet dat afpakken. Hè. Je moet ja. zeggen, daar ja. moet het gebeuren. En misschien ook, misschien ook zeker zijn als wedstrijdleiding dat de twee teams het nieuws hebben doorgekregen. Want bij Mercedes dat... was er een mm. probleem met de radio. Maar hij misschien zei: hij je... kon niet op alle knopjes tegelijk. <laughs> ja, een, ja, uh, maar ja. Dus hij ja, heeft wel een punt natuurlijk. Daar ja, heeft hij een af. punt op. Maar, maar voor de het, vierarmige koersdirecteur. <laughs> maar langs de, DJ, kant het, langs de andere kant is het waanzin <laughs> dat dan Verstappen toch nog vijf seconden straftijd krijgt. Okay, het moment zag er heel knullig uit, maar ik vond dat zo verbaasd. En toch vind ik dat een vicieuze cirkel, want als je zegt, er moet dat een regel voor zijn, dan gaan er dus nog meer. Regels nee, ik komen. weet het, maar er zou gewoon, dat zou algemene ja. moeten zijn die altijd geldt. Als ja. je een plek moet teruggeven, doe het. Ze, ze mark het markeren het mag toch elke keer. Als het lager dan zoveel kilometer per uur zijn, bijvoorbeeld, of een reductie van zoveel procent, zoals ze tijdens die virtual safety cars doen, tegenwoordig die auto's. Je kan, je kan gewoon op, op je stuur een knopje hebben, dat, dat, dat je dan beperkt om sneller te gaan. Ja, maar is ja, daar nog, was... een, nog een knopje erbij, Sam? Ja, ik denk niet vingers. dat dat... Uh... Ja, dat is misschien wel een feit. <laughs> ik zou, echt gewoon, ik zou, mij zou het, het meest logisch zijn: gewoon op het rechte stuk, daar wordt alles terug gereset. Maar zoals gisteren. Is, ja. Dat is echt de ja. nee, ik codeer Dat was het, hè? Dat was, dat was het gewoon. gewoon. En hij heeft natuurlijk ook wel. Uh, allez, ik ben een grote uh, Max Verstappen van. Ja. Um, partijdig? Nee, nee. Onze, is... onze, Sam, onze gasten mogen partijdig zijn. Ja, dat is juist. Jij ja. mag dat niet. Ook niet als analist. Oh, nee. 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 Van mij um, mag dat wel hier, maar van veel andere mensen niet. Nee, nee. Kijk, maar Jeroen mag dat wel zijn. Ik mag dat en ik, uh, ja, ik vind hem echt fantastisch. Uh, <laughs> ik zeg je echt. Uh... Oh, als ik er nog maar aan denk. Wat uh, ja? ook een mooie man. Ja, nee, ik ben, echt, uh, ja, ik ben eigenlijk een Red Bull fan in het algemeen. Ik ben ooit uh, twee jaar geleden te gast geweest in een garage in, tijdens de Formule 1 kwalificatie. En ja. Sindsdien is dat, dat is lekker een kuikentje dat uit het ei komt en zijn mama zie. Red Bull is voor altijd mijn team. <laughs> dat is echt waar. Uh, dus ik ben grote fan van het team en dus ook van hun rijders. Ja. En ik moet wel zeggen, gisteren ik heb ik wel mijn wenkbrauw een beetje gefronst uh, bij dan de actie met DRS, het remmen. Als je ziet dat hem. 2.3 G heeft ja, geremd. 69 bar, dus dat is ongeveer de helft. van wat je ja. iets, min, iets meer dan de helft dan je volle kracht remt. Dus, dus dat, is, kracht dat, is al, dat is al. Dan denk ik van ja, dat had misschien iets geleidelijk kunnen gaan. Legt aan de andere kant uh, Louis Hamilton. Met alle respect. Ik, weet dat dat, ik weet dat dat uw, allez, <laughs> uw, uw allerbeste vriend is. Ja. Hè? Maar die knalt erop. sorry, als ik op de N17 zit en ik zie voor mij een debiel ineens afremmen. En het linkervak is vrij. Ik ga niet blijven kijken. Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet hij nu, 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 nu? En dan er knallen. Ook met een donkere voort? Of is dat een uh, een ja, er aftalen. zitten zo laag. Daar kunt je niet <laughs> zien wat daar iemand aan het doen is. Maar om wat te zeggen, dat Hamilton eigenlijk gewoon. Ja, dat was toch ook wel zijn fout. Ja, dat ik. vond ik ook. Ja. Ik vond ook. Dat hij, hij kon naar links zijn gegaan. En ook Melder Spek, maar je ziet je, je grootste rivaal vertragen. vertragen. En wat gaat hij ga doen? Mm. Ah, erachter blijven. Je moet toch gewoon volle gas erbij? Ja. Ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat het misschien ook wel zo is. Dat, dat zegt misschien iets over de spanning waarbij de heren dan ja, onderstaan. Ze nee, durven geen fout ja, maken. Ja, het, is, het, is zo, het is zo op de limiet al ja, dat er weinig headspace misschien is. Maar ook gewoon dat het is gewoon een hele slechte rijder is. Vind ik dan weer... In een goede auto, hè? Maar... Beetje spijtig, maar goed. Er zijn mensen die gaan luisteren, enkel die niet gaan kijken. en die echt gaan denken ja. dat je dat meent dat het mooi ja. dat is. Nee, idee. nee, maar ik, uh, alle, ik zie veel Mercedes-rijders op de weg. en dat verbaast me niet dat er <laughs> niemand opletten was. Blijven we gaan in Nederland alle Mercedes nu bannen. Dus uh... <laughs> dat zou ik niet erg vinden. Ja. Tenzij dat ze wil, helemaal in het oranje ja. uh, Maar het moment was wel extra opvallend, omdat na die aanrijding Verstappen wel gewoon ineens wegrijdt. Maar Abel, mijn interpretatie ja, ja. was, hij dacht volgens mij niet dat Hamilton nog ging doorrijden, dat hij misschien maar te nee, hard in zijn hij, 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 hij wilde hem initieel voorbij laten ja. op, een, op een correcte manier, hij had naar reeks vertraagd, maar, maar dan komt die DRS-lijn dichter en dan was het allemaal... Nee, ik wil hem nu Maar op moet je om te kijken of dat alles in orde is met hem? Om hem nu te beschuldigen van vluchtmisdrijf vind ik redelijk ver gaan. <laughs> ze hebben zijn nummer zijn, zijn, zijn nummer, ze weten wie het is. Maar dat vond ik erom heel die fase, want achteraf ja. was ik ook benieuwd naar de uitleg van beide heren. Uh, het is heel verwarrend. Ik denk ja. dat je echt een boek over kunt schrijven wat daar gebeurd is. Red Bull zou nu een update doen tegen. Deze week kijk ik mijn andere achtervleugel met van die wegsignaliseringen. dus wel ah, ja. Dat is dat wel handig. Zo. Met mekwam, met lichtjes op maar die zo. dan ook in de DRS zone kan. Ja, je kan plat liggen heel plaats. Maar eindelijk, ik ben, blijf het op, uh, op die wagen. Ook. Bizar vinden dat op dat niveau zo'n toppiloten dat je die situatie dus dat kan niet anders dan zenuwen tot in ja, de ogen ja. zitten. Dat kan niet anders. Maar hoe ja. kan het trouwens ook dat die, die wagen van Hamilton dat ah, wel maar, heeft. Maar daar zijn dus al complottheorieën is over dus dit? dat de, de Mercedes al weet hoe dat de concurrentie <laughs> rijdt. En welle, met Max, uh, dat hij ja. soms hey, het rood voor snoek kan krijgen. Dat ze extra verstevigde vleugels <laughs> hebben. Extra carbon Baton erin gestoken. De, maar ja. hij is er nog eens afgegaan ook hey, op het einde van de race. En dan heeft hij nog zijn snelste ronde gereden. Ja. Dus maar heeft hij heeft twee keer iemand aangereden. Want ook af. Ja, soms jullie een van, van een slecht chauffeur. kon gewoon niet. Iedereen antwoorden. Ik, ik moet dit gewoon beginnen negeren. dan moeten we misschien <laughs> om een half uur al stoppen. Maar. De sfeer begint zo weer te hebben, maar in ieder geval, ik denk, uh, ik denk dat. Initieel dacht ik ook: hoe, hoe kan dit? Uiteindelijk, zelfs met een halve vleugel, de meeste teams zijn dan zo drie seconden trager. Met ja. het, ze zitten jaren te werken aan een perfecte flapje in, in de windtunnel en dat zou dat niet uitmaken. Ja, maar je zult nu maar designers zijn bij Mercedes die ja. een jaar van zijn leven aan die vleugelen gewerkt dat, is toch, <laughs> dat vond ik ook heel raar. Maar blijkbaar, uit verstappen, dus, dat heb ik er net gelezen zouden die zogezegd twee cuts hebben gehad in de achterband, in de linkerachterband, mm -hmm. waardoor die snelheid moest minderen. Want het, het was wel opvallend veel. Mm -hmm. Ineens, dus, hey, ja. er, er moest wel, hey, ook bij Verstappen, ik dacht initieel misschien die, die diffuser achteraan. Nee, maar dat maar... is wat een normale mens doet. Als een auto beschadigd is, minder iets sneller, iets te trager dan, hè Maar uh, blijkbaar is Hamilton uh, veiligheid mm. geen prioriteit. Maar los van dat incident hebben ze echt wel... Alles proberen aan te halen om elkaar te kunnen pakken in de twee teams. Zoveel dat er ja, op elkaar ge gezaagd is gisteren. Dat vind ik ook jammer. Maar dat echt is heel echt... opvallend. Hè. Vooral, en je ik vond het ook jammer, ook want ik ben de grootste fan van hè, Verstappen. Uh, echt? Hm. Maar dat vond ik ook jammer dat hem zo op die ceremonie. dat hem dan gewoon aftrapt. Echt? Ja. Zo. Allee, dat is, er is niks mooier dan. In een, ik ken in mijn. ofwel heb ik dat fout. Maar in een tijd van, van prost en was dat ook hard tegen hard. Maar dat was er nog altijd wel. Enig respect. Ja, mm. als hij uit een auto stapte. Die, die, terwijl nu. Maar dat is waarschijnlijk omdat de druk te hoog is. Het was, beetje, het was een beetje een slechte verliezer zijn. Hè? Zo ja, weet op de tijd. Dat einde. vind ik jammer. Het zou, mm. En ook jaargewijs gewijs uh, zou het veel beter zijn als je er gewoon mm. echt samen staat. Zou veel sympathieker overkomen. Nee, maar, ja. sta daar gewoon, doe niet mee met die, met die flessen en... Maar, ja. Nee, en, en de verzekeringspapieren samen invullen. Ja, ook, ja. Uh, <laughs> zeker. Dat toch het minste. Allee, hij is al geweest. He. Maar ja, helaas uh, maar was ik soms denk, snel weg. Ja. Ik denk dat Hamilton is een beetje zowat de fake-verliezer is, dus hij zal dat nooit echt zo... Ook ja. niet kunnen toegeven en verstappen, die is binnen zijn persoonlijkheid past dat wel wat. Hij ja, van... plus ook het feit dat oh, Hamilton nee. ja, heeft ook een drankprobleem heeft. er heel die champagneflessen op zo. Ja. dat zal het ook mee te maken hebben, he. Maar volgende week er gaat toch niemand, wie er ook wint of verliest, geen van de twee gaat het aanvaarden. Hè? Ik weet dat niet goed. Volgens mij het is nu zo ik, ik dat, vijandig. Dat, ik denk dat het misschien wel anders is wanneer het echt over is. Ik denk dat tot op dat moment ja. moet je ook naar elkaar toe. Je moet ergens al een barrière maken om psychologisch er tegen te kunnen, denk ik. Ja. Tegen die druk van buitenaf, van binnen je team en dan van je directe concurrent. Dus maar ik denk, ik denk effectief dat het gewoon dat ik misschien deze week zou helpen om de stoom eruit te, uh, af te halen. Want je merkt ook ja, nee. zo even zo tijdens die, die, als ze, uh, de 35e start dat ze allemaal in de pitstraat staan. Dan zit Verstappen daar en dan komt uh, Marco. Marco, hoe noemt hem de Red Bull, Marco. Marco, ja. ja. Je komt er dan, maar dat is een te grote allee, gevoeld <laughs> qua druk. Dat is Gigantisch, hè? Wat stond die apa daar trouwens te doen? Ja, ja, dat vond ik heel vreemd dat hij daar in de, in, de, in de garage zit. Ja, Oké, okay, dat, dat, dat snap ik. Ja. Dat heeft vader Hamilton vroeger ook. Die stond daar mee aan de pitwall. Ja, ja. Met de Maar je voelt gewoon, de, die, die mannen, dat moet zo mm. verstikkend zijn. Iedereen zit er nog te kijken. Je baas mm. komt even, al nou, van nu nog, eens, u nog wat ja. uitgeven, geven. Ja, ik snap wel dat je dan al in je auto zit en dat je denkt van ja, nu ik krijgt geen centimeter toe, toegeven. Ja. Het zou goed zijn als iedereen eens even terug normaal doet. Dat we niet meer beginnen onderhandelen, iedereen terug in zijn hmm. box en gewoon racen. Ja. Maar, maar ik vind dat toch een groot verschil tussen Mercedes en Red Bull. Ik ben ja. natuurlijk een Hamilton-fan. Uh, dus ik kan het zeker benadrukken. Maar um... ja, zoveel mensen gaan dit serieus opnemen, ja. Dat, is, dat is, nieuw, is niet waar. Nee, nee, dus maar ik zag, het Komt er de, de keyboard stickers, warriors uh, dat, ik, dat, ik, dat ik dat zo hard. Nou, joh, moet, je moet vragen, want dat is een Mercedes t-shirtje uiteindelijk. Dus. Nee, maar ik zag het ook een sticker op zijn 3 serie, <laughs> M3, ook van achter uh, een okay. uh, Nee, maar dat is en dat is dan ze ervaring, dat wel beter bij Mercedes. Voilà, dat is ervaring bij Mercedes. Je ja. merkt dat dat een, een, een bedrijf is dat dat, dat is de zoveelste. Om, en gevoeld bij Red Bull het is nodig. Die snakken er zo heftig ja. naar. Dat klopt. Dat merkt inderdaad. Ja. Dat, is, dat is zoals bij voetbal: hè. De, de Champions League als Beveren ineens bij Real zou kunnen gaan winnen. Die van Beveren, ik denk dat het een bestuurder zijn vrouw is tot hoek oh. op het veld. Allee, om het te zeggen, iedereen wil daar zijn seks kunnen hebben. Een real problem. Ja. <laughs> Welkom, Stan. Echt, dat potje moeten we op tafel zetten. Dat zijn we ook vergeten? Ja. Um, oh. <laughs> maar los daarvan, van die druk die er op, op Verstappen is, iedereen zegt dat hij is dat gewoon is, omdat hij altijd die druk van zijn vader heeft gevoeld. Van kleins af aan. Ja. Ik vind het dan net opvallend dat die mens daar nog bij staat als... Verstappen is nu 24 jaar. Mm. Volwassen man. Zou je nou, kunnen zeggen, pa? Tegen, nou, die, dit is niet uw plaats. De familie van Massa is tot de, de laatste wedstrijd. zaten zouden die met z'n allen. Dat is ja. toch. Okay, maar die zaten in de garage, die komen niet tot aan de pitwall. Die hebben gejaagd voor zijn wereldtitel, die hem niet had. Ja. <laughs> ja. Ja. De volle 30 seconden dat ja. was ja. een de, oh, de zieligste Maar Roma, gisteren, van de ik bedoel, het is alles is in de war gelopen. Er liepen mensen op plekken waar ze niet hmm. moesten zijn. Ik denk dat dat ja. ook gewoon puur organisatorisch. Ja, en ik, denk, ik denk dat Hamilton dat voor zichzelf ook wel beter heeft afgebouwd. Ik denk dat Max ja. is jong, is super jong. Die wordt nog, ondanks zijn heel sterke persoonlijkheid, nog wel iets meer geleefd, denk ik, binnen ja. Red Bull. En ik denk dat Hamilton wel duidelijk heeft gezegd: die mensen komen er rond mij, die mensen komen er niet rond ja. mij. Dat zijn de regels, ik kies die. Ja, maar hij rijdt nog wel mijn step rond. Hè. Ik wil niks zeggen, maar. <laughs> dat is, uh, dat is plezant, een step he? voor een twaalf jaar. <laughs> ja. uh, Verstappen heeft wel voor het manoeuvre van het weekend gezorgd. Een van de manoeuvres van dit seizoen ook. Bij de... Ja. Tweede herstart? Tweede herstart was het. Hoe hij daar nog in kruipt en hoe hij die auto perfect op de baan houdt, is, is onwaarschijnlijk, eigenlijk. Dat is waanzinnig. Ja, gaat voor elk goudtje, ja, is, uh, Max, Beste John. chauffeur en beste rijders, Beste drivers. Nee, dat was, dat, was, dat was denk ik misschien wel het mooiste in manoeuvre van heel het seizoen. Ook voor mij, toch in de context van het voorlaatste weekend, is dat eerst in het kampioenschap dat en dat je zet alles op het spel. Ja. ja, dat vind ik toch... Dan kwam de echte dri de drivers quality van Max Verstappen naar boven. De echte de winnaar, de krijger. En de, daar, allee, daar speelt Hamilton het veel veiliger. Hè? Dus dat is toch maar wel een verschil. ik denk, denk verschil. dat uh, Hamilton moet boksen met één arm op zijn rug. Hè? Je merkt dat, hè? dat hij overal iets voorzichtiger in is. Ja. En ik denk ook het leeftijdsverschil. Hè? Nou, dat Als ik naar mijn eigen kijk nu, op mijn leeftijd, ik krijg ook al wat gezapiger. Grijs. Met dat ik uh, toen ik 16 was... Oh man echt, die mag ik vragen die persoonlijke aanvallen om te stoppen. Sam, ik weet niet wel je tegen mij hebt, omdat ik met een dikkere BMW hè. is het dat. Dat is de bijwerking van gisteren de hele dag al met mij te moeten samenwerken. Ah, okay. dat de door ja, ik wil trouwens even uh, voor de luisteraars en de kijkers zeggen, ik luister dus nooit naar Sam. <laughs> dat is een op uh, tv. Ik kijk altijd naar de Waalse televisie. Dat is aan te raden. Dat is, uh... Maar je hebt dat gewoon niet mogen zeggen net voordat we begonnen. denk ik, dat uh, een beetje... <laughs> nee, nee, maar het zegt: Ik ben eigenlijk gestopt met te luisteren. Het ging altijd maar ja, Hamilton kon niks verkeerd doen. <laughs> nee. <laughs> uh, uh, Verstappen heeft wel ook de fout van het weekend gemaakt heeft. Voor het manoeuvre van het weekend gezorgd, maar ook de fout. Is dat dan toch die onervarenheid? wat Hij daar hij doet heeft in veel fouten gemaakt. Ja. Nou, vooral in de kwalificatie, als hij daar niet, niet tegen de muur gaat, start ah ja, hij vanaf dat... de pol. Maar dat is eigenlijk, daar begint het. Hè. Dat, maar dat is, het is een wel de fout, dat vind ik. Nee, ah, wel, maar er is, ook, er is ook zo Ze zeggen soms van, hey, hij is gekraakt onder de druk en zo. Maar dat vind ik dus niet. Dat Je zit niet. met twee rijders die elkaar pushen. En dat is echt... Want Hamilton is er ook een paar keer afgevlogen. Hij is gewoon... Gelukkig had er niks te raken. Ja. Maar dat was, gewoon de, dat was de schoonheid van de sport. Hè? Die, die, dat was voor 90, 95 procent de perfecte ronde. Hè? Dat, is, dat is het punt van die sport ook. Ja. Hè? Dat is op je je zegt he? zeg, het is geen fout, het is op de limietrein, maar hij gaat wel tegen de muur. Hij kan ja, niet maar verder. Dat is, nee, nee, het, allee, is fout, allee, allee, toch? Het, het, hij verremt zich en dat is op zich een fout. Alleen ik, ik wil dat liever niet zo labelen. Want nee, een, nee, het is, een, dat is eigenlijk schoon omdat het in de zoektocht. Zo dus ja, ja. Voilà, het is een zoektocht naar het, het uiterste ja, dat je ze fout maakt, maar dat, is, uh, maar dat hoort erbij. hoeveel voetballers mooi, missen ja. de goal? Ik bedoel, veel meer dan Formule 1 piloten de muur raken. En, behalve Mazepin. Behalve, behalve Mazepin. Ja. <laughs> maar uh, nee, ik, ik denk dat de rest van dat rondje was was gewoon genieten. Dat was, dat was bijna magisch. Ja. Waarschijnlijk het mooiste rondje van heel het seizoen. Of dat vind ik toch. Dat beeld ook, dat, dat Alonso daar staat en Ricciardo ja. bij, bij Zico. Die waren ook aan het genieten. He. Die keken ook mee. Die, die rijden daar zelf tegen, tegen ongeveer dezelfde snelheden, maar die konden wel onderscheiden van... Ja, dit is... Fuck, dit ja, is ja, ik, vond, ik vond het aan. Dat vond ik heel veel veelzeggend. Je zag, je zag Alonso toch redelijk getalenteerd. Hè? Je zag die echt met ja, verstomming hand, kijken ja, naar ja. wat voor stappen daar uit die auto ja. aan, het, aan het persen was. En dat, is, dat zegt eigenlijk alles over het talent van die gast. Ja, dat ja, is waar. Ja. Ja, daarom. Vond dat, dat vond ik dan weer het mooie van Formule 1, van dit seizoen, echt. Die kwalificatie. Dan is dan jammer dat het dan een <laughs> dag erop echt, ja, volledig in, ja, in de soep draait. Hoe belangrijk gaan de kwalificaties komend weekend zijn? Want er is dan partij om te rusten, het is komend weekend al ultra, ultra belangrijk. Hè. Het is al een punt. Ja, ik denk vooral voor, ook voor de teamgenoten. Hè. De, ja. Bottas en Perez die zijn nu toch echt wel... Ja, en, en allebei een beetje laten even weten. Ja. Perez was er heel de wedstrijd niet echt bij. Althans, in de kwalificaties was hij redelijk dicht bij Max. Maar vanaf de start zo... Die heeft altijd tijd nodig om erin te komen, maar je hebt ook heel veel kans dat hij er eigenlijk niet in komt. Ja. En dat is dan gebeurd. En Bottas was initieel erbij, maar na die eerste herstart bleef hij ook op die vijfde plek hangen. geraakte daar denk ik niet voorbij bij Ricciardo. Dus... Ja, ze hebben ze nu nodig, die tweede die twee, twee violen, om het zo te zeggen, maar... Ja, ze hebben ze al lang nodig, hè, maar ja, die inderdaad. blijven een beetje... Het, het wordt nu cruciaal. Er gaat wel maar ja. meer druk op Perez liggen dan op Bottas, denk ik. Bottas ja. vertrekt ook volgens... Na ja. dit seizoen, mm -hmm. hij weet, ik ben weg, dus hij ja, heeft al denk, die wereldtitels ja. mee, helpen winnen. En ik denk, maar ik denk wel dat Bottas is wel... Ik denk, dat is een, een rare mens. Ik kan er geen lijn in trekken, ja. maar je merkt wel dat hij er alles aan wil doen om die uh, wereldtitel mee aan Mercedes te schenken. Maar weet je, ik denk dat dat komt omdat uiteindelijk, die heeft zijn doel van ooit wereldkampioen te kunnen worden, voorlopig, ja. en waarschijnlijk in de toekomst ook gemist. Dan kan je maar best een beste vriend van Hamilton worden. Snap je? Dat ja, is ja. dan precies in zijn hoofd, dat is dan wel de achievement. Maar, maar in de tijd dat hem zo, hè, zijn contract dan werd beëindigd, dan was hem zo pissed pist en dan bond hem ineens ook weer heel hard in zijn eigen terrein. Ja, ja. ja, klopt. Dus je ja, had die, dat is elke elk weekend een andere bot, dat is precies. Uh, maar ik denk dat, we die, dat, ja. dat er wel een teamplayer is. is een schoenen misschien. Maar uh, nee, ik heb, ik, heb, ik heb ook naar een podcast geluisterd met Bottas. Walle oh <laughs> <En>, uh, <laughs> Ik heb ook naar een podcast met hem geluisterd. En, um, en dat vond ik wel opvallend. Hij zei: Ik heb me eigenlijk nooit rustig kunnen voelen. En dat heeft een stuk mijn performance beïnvloed. Omdat hij altijd op jaarbasis zet. Ja. Dus, dus tot de Wolf, ondanks dat hij zijn manager is en dan teambaas was ja. bij Mercedes, gaf hij de... hem nooit die zekerheid van iets te zeggen. Je hebt twee jaar. En hij zei: daarom was elk jaar belangrijk. Ja. Dus als ik er echt voor wilde gaan en dat risico wilde pakken kon dat betekenen dat, als, dat er, als ik erover ging, dat ik dus mijn contract zou verliezen in het volgende jaar. En dat snap ja. ik wel. En zeker in die omgeving in Formule 1, waar je onder de microscoop leest. Ze zou u, u ook beter een week contract geven. <laughs> en hij wist ook natuurlijk dat het het team van Lewis Hamilton was, nog altijd. Hè. Dat, dat was ja. zo toen hij er kwam. Ja, het ging niet veranderen omdat Bottas ineens ging beginnen winnen. Nee. Denk ik. Ja, toen zei hij nee. dat zo dominant dat geweest. Man. En dat wordt dus interessant, hè, van het jaar. wordt het een heel tof seizoen, denk ik. Ja. Hè. Ja. Want je leest sommige mensen die dan zeggen: Hamilton moet dit jaar winnen. om volgend jaar nog de kopman te zijn bij Mercedes. Maar dat lijkt me toch zeer onwaarschijnlijk dat het zou veranderen. dat, op dat George Russell erbij komt. het is optimistisch van de Ja, he? van de ja Hamilton, uh, Maar het klassieke. Uh, je moet niet naar mij wijzen. Uh, het klassieke uh, uh, verhaal is toch: uh, de, de grote kampioen. er komt de jonge Wolf bij. De uh, kampioen ja. leidt de jonge Wolf op. en langzaam. Wordt hij wordt tot de wolk? Wordt, <laughs> <laughs> wordt een beter. Ik denk niet dat het allemaal zo abrupt gegaan gaan. Maar nee. volgend jaar denk ik vooral nee. met de nieuwe reglementen en zo. Ik weet niet wat dat we mogen verwachten. Het is een, allez, ik ben benieuwd wat Haas gaat doen. <laughs> die hebben een jaar lang. Gat om te werken ja, aan, deze, aan deze auto hebben ze die niet twee gewerkt. Nee, dat is duidelijk. Uh, oké. Okay, die, die hebben wel wat... crash uitgevoerd. Ze, voor de hebben, nieuwe ja, ze hebben hun werk gehad met ja. reparaties, maar die moeten toch mee. Ik, ik echt wel, Ik denk, <laughs> ik hoop dat die door de gordijnen gewoon open en zeggen: Van dit hebben we een jaar lang. Het zou wel zo heel de oh, Formule okay. 1 in het zak zitten zijn. Ja. <laughs> Ja, het zou inderdaad het zou, ja, het zou geen reclame zijn voor de sport, maar ik hoop ergens dat die echt zo'n gamechanger gaat. Ja, brengen. Het is een beetje zielig om naar te kijken en er moet, er moet altijd een hekkensluiter zijn, maar op deze manier. Nee, ik ben het er wel mee eens. Maar ben ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn, die dynamiek bij Mercedes volgend jaar. Hoor. Ben ik heel benieuwd, want het geloof in George Russell is wel heel groot. Ja, maar ik denk dat het terecht is. Hè. Ik bedoel, maar dat is een worden... hele andere dynamiek dan nu met, met Bottas en gewoon. Maar is misschien ja. dus ook niet, zijn dat niet gewoon de, de reglementen van... Allee, gaat het team dat niet managen? Het hangt er een beetje vanaf. Natuurlijk, hij is ook een stuk de toekomst. Ja, dus hij, dus hij mag zijn kans gaan hij, gaan hij mag zijn kans als, als ze er is. Als ze er is, dus, is inderdaad. Maar dus ze gaan sowieso geen bottas ...geen, uh, geen Rosberg-Hamilton-verhaal niet nog eens willen krijgen. Hè? Nee, nee. nee, dat nee dat ik en, maar ik denk, hij, hij kan het op, op, op de baan zelf, kan hij het misschien beter gaan doen dan Hamilton. Maar Hamilton heeft een gigantisch overgewicht... Allee, in de rest van het team eigenlijk. Mm, ja, okay. Als hij oude auto, auto stapt, en, en zal dat ook in de weegschaal gooien als het nodig is. Hij is ook clever, hè? Je ziet dat nu ook Max verstappen. Hè? Hij speelt die psychologische spelletjes. Ja. Hij is dat zo gewoon. Um, ik denk dat George Russell. Dat is nieuw voor hem, hè. dat heeft hij tot ja. nu toe nooit gehad in een ander team. Ik denk dat hij team. toch nog uh, een jaar of twee zal mogen leren. Ja. Ik denk niet dat hij direct al een step gaat krijgen van het team. Uh, <laughs> gaat hij zelf? Gaat step voor step. step. <laughs> oh, <gaat u. laughs> Oké, okay, nog één en ik ben hier weg. Dus, ja, kijk, dat was niet ja, rom, afgesproken. Hoor. Het spijt me, maar dat, dat is waar <laughs> je mee moet leven als, uh, als Sam hier zit. Gisteren heb je er ook een mooi gedaan. Welke was het weer? Gert, oh nee, Gert, moet ik hem niet ik nee. hem niet aan. Hij moedigt dat echt wel aan. Ja, ja ze mij zelfs onderdrukken, dat vind ik ook wel soms. Wat uh... moeilijker Misschien moet ik daarvoor te voorbereiden, terug. meer zoals bij de slimste mensen. Echt zo op voorhand script. Uh... Het zou inderdaad helpen. Ja. <laughs> het zou beter zijn voor de kijkcijfers. Dan zou Jero misschien wel kijken. Ja, een zwaar, is, is iets om over na te denken. Um, volgende week, wanneer rijdt verstappen, hemelte van de baan? Dat als, we, als we tot de wolf mogen geloven. Ging het gebeuren? Wel, er is, ja. er, maar één, er is toch maar één mogelijkheid. Er zijn veel mensen die het zeggen, maar ik geloof dat niet. Nee? Ik kan me niet inbeelden dat je zo wereldkampioen wilt worden. Door zo. Ik, oh, ik weet het Schumacher niet. heeft het gedaan, ja. Senna heeft het gedaan, de allergrootste hebben het gedaan. Ja, en dat is nog altijd een, een beetje een, een, een. In heel een carrière is toch zo dat, dat puntje. Ja, er is een smet op de, op ja. de reputatie. Mm -hmm. Je niet... wil mooi wereldkampioen worden door echt mm -hmm. iemand op waarde te verslaan, zou ik ook denken. Ik, ja, ik denk, ja. Ik zou. Als team-eigenaar uh, zou ik echt... Dat zou het laatste zijn dat ik zou willen. Ook qua imago-schade kan dat... Maar ik vind wel dat Red Bull... Die hebben sowieso meer dat daredevil-imago. Uh, ja, maar dus uh, die grens, hè. Het is... Ja, maar ik vind, ik vind soms dat Christian Horner dat wel te veel in die richting pusht. Omdat dat... Dat is hun brand een stuk. Mm -hmm. Maar... Zoals gezegd, ik bedoel, het zou veel mooier zijn als ze het gewoon op, het, op, op de mooiste manier mogelijk doen. Ja. Dus gewoon er voorbij gaan en, en wegrijden. Maar ik vrees een beetje, als je kijkt naar de verhoudingen van de laatste paar wedstrijden, dat dat niet gaat gebeuren. Ik bedoel, nee, de nee, doe, heeft niet de het is niet de wagen om weg te rijden. Nee, nee. nee. Dus en, er ja. is wat chaos nodig, zoals gisteren. Ja. Ja, welke wagen ligt het, 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 het circuit het beste? Van Abu Dhabi. Maar, ik denk dat de laatste wedstrijden de Mercedes overal iets sneller is. Hè? We hebben een heel het seizoen gehad dat we het ja. niet, niet konden inschatten. En Vroeger was het duidelijk Met de, zo: snelheidscircuit. De raketmotor uh, van vriend. Brazilië. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat sowieso Abu Dhabi ook redelijk hoge snelheid um, toch iets meer Mercedes is. En, en als je ziet naar nou, die laatste wedstrijden, dan, 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 dan ligt dat in dezelfde lijn. Maar dan nog, ik denk dat. Het is Ach, er zijn zoveel andere factoren die gewoon meespelen, qua ook psychologisch. Verstappen ja, ja. bijvoorbeeld. Daar ja, dus kunnen niks we niks te kunnen... spelen, denk ik. Het duel dat we nu gezien hebben dit jaar tussen Verstappen en Hamilton, plaatsen jullie dat historisch gezien mee op dezelfde hoogte als wat is het? Hunt tegen Lauda, Schumacher tegen Hill, Prost tegen Senna? Is dat al van die orde of ja, is dat te moeilijk om, nee, ben, om te zeggen? Ik ben natuurlijk niet zo oud als Jerome, uh, maar nee, als je naar die filmpjes kijkt op YouTube, <laughs> maar ik ben wel nostalgisch. En. Als ik naar die filmpjes kijk, dat is, op een of andere manier lijkt dat magischer te zijn toen. Ja, maar als je een heel seizoen bekijkt, is dat dat is slaapverwekkend soms. Hè? Dat, maar ik denk als je dat nu tien jaar is, bent, dan heeft dat wel dezelfde. Ja, waarde waarschijnlijk wel. Dus dat is misschien meer zo de sfeer van toen. Dat was allemaal nog veel meer open, dichtbij. Ey, die vlaggen ja, de race toen, af toen, op het rechte stuk. Maar het gaat ook kwalificaties kwalificaties. De, de, de leider heeft uh, vier seconden voorsprong op ja. nummer twee. Alleen dat is allemaal niet. Alles is, is veel vet. sneller. Sleuk voetbal. Wel Kijk nou, voetbal van de jaren zeventig. Uh, dat is verschrikkelijk. Dan denk ik echt: wat ben ik hier? Ik zou kunnen meedoen. <laughs> dus alles is veel compacter en sneller en, en spectaculairder geworden. De verschillen zijn kleiner. verschillen zijn kleiner. Maar ik denk wel als wij een gewone Grand Prix van België hadden gehad, dat we een heel ander seizoen nu had ik waarschijnlijk al een kampioen gehad, de Ja. Dus dat zijn zo van die dingen. Het is een ja, raar, ja. jaar geweest met uh, COVID en met de overstroming en, en zo dubbele races. Ja. De, heeft ook, die kalender is inderdaad heel erg. Uh, onver... Ik denk wel als je een, echt een jaaroverzicht maakt van, van deze strijd die we nu gezien hebben, en je vergelijkt dat met de andere strijden die er geweest zijn. Oh, het is episch hè. Ja, ja, dat en daarom, wel. ik denk en wel dat het daarbij muziek bij wordt in dat rijtje, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat dat wel. Klopt. Misschien dat de twee elkaar iets te weinig gehaat hebben, sportief gehaat dan. Als je kijkt naar hoe het, hoe het vroeger was, ja, Senna en Prost die konden elkaar echt niet nee, uitstaan. Maar, tot daarna natuurlijk. Een beetje, als je dan het gaat bekijken, het zal toch een beetje vervuild zijn, ook met de, de tijdstraffen en ja. de, de motoren die dan veranderen erin, en zo van die versnellingsbak, zoveel naar achter. Het is een beetje vervuild, vind ik. Het is niet die, ik heb het idee dat vroeger, die, dat was echt uh, mano a mano. Gewoon een <laughs> auto, twee ja, man erin. Ze waren veel vrijer inderdaad om, om te Ja, duwen, veel puurder. Is er, ja. Nu is het toch veel politiek. Uh. Dus als, als Hamilton zijn achtste wereldtitel zou pakken, dan gaat er nog altijd over gedebatteerd blijven worden van ja, wat is nee, de waarde nee, nee, daar nee, eigenlijk van? Nee. Hij, hij, nee. hij heeft hem gewonnen dan, in, in hetzelfde wapens ja, als... Ja. Ik denk, ik denk dat de waarde, dat, dat daar niet over getwijfeld zal worden, maar ik denk wel dat de discussie zal blijven bestaan tussen de twee kampen: um, van wie had het moeten winnen. En dat is ook spijtig. En daar, daar, uh, dat faciliteert de FIA op deze moment door zoveel tijdstrijd vanuit te deel. dat mensen daarna gaan analyseren: stel dat Danny was uitgedeeld ja, of Danny tussen... was uitgedeeld, dan had misschien die of die. En en is... Aan de kant, dat hoort ook wel bij sport, dat je, en dat Formule 1 vroeger niet, voetbal wel, ja. uh, daar kunnen lullen. Kunnen discussiëren, echt kwaad kunnen worden. Lobby, Zo, ja. Als ik nu echt heel kwaad ben voor met uw visie over Hamilton, ja. um, dat, ik vind dat tof. Dat is emotie, hè. dat hoort er ook bij. Hè. Dat hadden we vroeger niet. Hè. De, met, uh... er, zijn meer, er is meer nu verdeling. Hè? Dus verdeling, ja, ja dat, is, dat is tof hè, om over te discussiëren. Ja. Er zijn ja. meer verhalen en dan ook gewoon, ja. dat, maakt het, dat maakt het heel tof. Hè. Netflix is op het juiste moment. Uh, het is... Hebben ze heel slim ja, maar de, de, de pure Formule 1-fans die het al jaren volgen, die vloeken daar soms een beetje op, Drive to Survive, dat er ineens zoveel mensen op de bandwagens ja, ja. springen nu. Maar aan de ja. andere kant, ik vind, het, ik vind het net mooi dat die interesse... Ja, ja. Maar voilà, breder is hoe geworden. kan je nu klagen als echte Formule 1-fan dat er meer mensen kijken? Ik bedoel, we hebben jaren we geklaagd dat we uh, hey, ja, steeds moeilijk behandeld werden. De, vertelde geld hebben ze gisteren Renault gevolgd. Alle, je weet het niet. hè. Dus, je weet niet wie dat ze Echt zo, net in welk team. team ja. Voor het seizoen hebben ze eigenlijk heel veel geluk gehad vaak met het team dat ze uitkozen voor een bepaalde grote prijs. Ja, maar ik vind toch, ik vond het echt ja. heel tof om te zien en het is heel tof dat uh, het is goed gemaakt en het is voor een groot publiek, maar een echte Formule 1 fan, die blijft soms wel op zijn honger zitten van mm, daar verhaal heb je niet gebracht. Oh, het is een soap die, die ze maken. Voilà, het is, het is echt, geen samenvatting van een seizoen. Nee, nee, nee. helemaal niet. Nee. En dus... soms, uh, er is nog plek voor een echte hardcore Drive to Survive voor de echte kenners. Ja, wel een uh, idee, nee, nee, blijft uh, okay. daar maar vanaf. Je <laughs> <laughs> kunt, uh, kunt zelfs geen een podcast... <laughs> Maar dus ja, voilà. ik, ik beschouw dat meer zoiets als affectief de dus soap voor de, de niet-drinkende. Ja, dat is tof om met de familie nog te kijken. Ja. Thuis, next level, ja. zoiets. Uh, het WK voor de constructeurs, dat is wel beslist. Jammer genoeg. Uh, Sergio Perez, die pech had. Pech. Die mensen heeft zijn contract verlengd sindsdien. Heeft hij eigenlijk gewoon niet goed meer gereden. Ook al kon hij er gisteren weinig aan doen. Mm -hmm. Hij kon nergens naartoe. Leclerc kon ook nergens naartoe. Ja, dus, het maar... risico van dat circuit, wat jullie daar net zeiden. Ja, inderdaad, er is sowieso weinig plek, maar. Ik vind toch dat dat onderscheidt hem in de negatieve zin een beetje van die echte toppers. Hij plaatst zich ook altijd in een positie dat het kan gebeuren. En ik denk dat, dat dat een beetje de verantwoordelijkheid is die je hebt. En natuurlijk ligt dat een stuk aan de snelheid die je natuurlijk hebt. Als je de kwalificaties niet mm -hmm. bij de eerste drie ziet. Dan zit je al, al dichter bij dat pak. Maar hij neemt niet altijd, qua positionering, niet altijd de juiste... Niet maar dat was hij meestal stellingen. net goed op zondag. Als je kijkt naar het ja, verleden van maar, Sergio Perez. Maar, maar bijna nooit bij de start. Nee. Altijd wanneer dat bandenmanagement boven kwam... Daar is die ultra goed in. Uh, ja, die heeft gewoon een hele gentle touch. Blijkbaar. Ja, ik heb daar um, geen mening over. Buiten dat, is dat echt belangrijk? Wie dat er de constructeurstitel? Voor, voor mij persoonlijk, Toch? mij interesseert dat niet. Ik ga er niet over liggen. wie dat wint. Mij ja. als piloot ook niet. Maar voor, voor hen is, het, is, is de marketingwaarde redelijk ja. groot. Maar ik denk dat ze zich er ook een beetje achter verschuilen. Dat zo de, de corporate. Dat moeten ze zeggen. Ze ja. moeten dat echt wel zeggen. Maar je ziet iedereen. Totaal zot gaan over Hamilton Verstappen, ook in, in beide kampen. Maar over wie er de PRS dan uitvalt, daar zie ik dan eigenlijk weinig ja, nee, daarom. commotie rond. Het is dus. dus een extra beker, eh, en ja. dik verdiend. Maar maar net, zoals, weinig, maar... net zoals de strijd daarachter, in het middenveld of zelfs voor de derde plaats. Ja. Dat krijgt dan in Drive to Survive ook aandacht. Dus mensen snappen de relevantie ja. daarvan. Maar als je zit te kijken thuis, echt? dan hou je je daar toch niet echt mee bezig. Of er nee. nu Ferrari of McLaren er wordt. Nee, maar ik denk dat het wel goed is dat die teams. Dat, dat, het wordt natuurlijk financieel beloond. En ik vind het wel mooi om te zien dat Ferrari nu in het tweede deel van het seizoen veel beter aan het worden is. Dat vind ik goed voor de Formule 1. Want misschien kunnen ze dat doortrekken naar, naar volgend jaar. En allee, dat, dat is toch wel een team dat we denk ik allemaal willen. Ja, zou kunnen inbeelden dat je, dat je volgend jaar vier teams hebt die. Ja. Nou, dat ja, echt. En Mercedes, en Red Bull, en Ferrari, en Haas. Dat ja. <laughs> zou echt ja, zou fantastisch zijn. Ik mag ja, niet ontdekken Echt als dat gebeurt. Als Haas volgt meer het voor het wereldtitel, dan laat jij een tatoeage. Dan, 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 ta dan, dan laat Dan laat jij een tatoeage van, Ja, maar je moet ook dingen... <laughs> ja, kunnen zeggen doen. Dan laat jij een tatoeage van, van Maas op inzetten. Ja, naast die van Hamilton uh, op uw rug. Ja. <laughs> De gigantische nummer 44 op Sam's rug. <laughs> Still we <have you laughs> rise. Uh, Cyril Boel <laughs> heeft het wel gedaan trouwens. Ja, eh, ja, hij zijn, ja. heeft zich aan zijn, uh, zijn afspraak gehouden. Ja. Trouwens, met iemand wat die mensen nu eigenlijk doen. Ja, dat doet ze nee. in het in uh, wereld, Zit uh... hij nog in het. Ja, is, uh, inderdaad. Uh, maar heeft hij nog iets te maken? Nee. Het Formule 1 niks meer, daar is okay. hij nu even helemaal uit. Maar hij is maar binnen uh... de Renault-groep, denk ik, gebleven. Oké. Okay. Omdat hij wel, allee, echt wel iemand is met capaciteiten. Maar hij is toch hmm. even uh, zo op de vingers getikt. Ja, en... ja eigenlijk ook ineens. Hè. Ah, het is snel gegaan. Het was echt maar zijn, dat team. zijn zo dan de figuren die dan met Drive to Survive ineens. Bekend worden. Ja. En dacht je, allee, dat interesseert me wel. Van hoe ja. zit hij in zijn carrière, Kunde van Formule 1? nou, waar mm -hmm. gaat het dan? Gaat hij ineens naar hatchbacks? Ja, Gunter uh, Gunther uh, Steiner ook, uh. misschien wel de minst relevante teambaas ja. die, er, die er is. Op zich, over gezegd. Hè. Dat is echt de figuur. Hè, ja. ja, maar die ja. is nu wel ja, wereldberoemd zo blijven, daardoor. Ze hebben het gewoon binnen een hoogroep, blijven altijd uh, ja, naar een uh, tussen de managers. Hè. Ja, dus uh, allee, dat is blijkbaar ook wel een van de redenen dat hij nu. Uh, er buiten is gezet. Even meegeven aan Jeroen. Geen nee, dank u. Ja, nee. Sorry <laughs> dat ik even iets interessants wou vragen. Om... Ja, af... kijk, we, we moeten samen weer de, ja. de mensen thuis moeten dat doen, wij moeten dat doen. En we geven een beetje nemen, maar kijk. Het is de voorlaatste, jongens. We zijn er bijna vanaf. <laughs> um, Jean Tot stopt ermee als voorzitter van de FAE. Heeft iemand daar een mening over? Eindelijk. Eindelijk. Ik weet het, niet. Het, is, het is nieuws. We moeten het vermelden. Het is een Formule 1 podcast. We zitten in de laatste minuten, dus ik dacht, ik vermeld het nog even. Nee, dat is, uh, ik, ik ken hem niet persoonlijk. Uh, ja, Sam waarschijnlijk wel. Um, maar, uh, Misschien heeft Sam er ook mee in de lift gestaan. Nee, maar dat lijkt me echt zo'n een carrière, een carrièrefiguur. Hè? Binnen de, ja, ze is een icoon binnen de autosportwereld. Ja, en hij heeft natuurlijk veel gedaan, ook in de Formule 1 en in Dakar ja. enzovoorts. Maar... Denk je een politieke Het is een de ja. politieke, denk ik. Uh, ja. Voor mij denk ik niet dat hij veel impact gaat hebben. Nee, ik, ik, denk ik, ik ken niet, ik hem vooral van zijn periode bij Ferrari. Toen had hij wel een impact. Ja. ja. De magische driehoek Schumacher, ja. uh, Ross Brownen. en ja. uh -huh. die bestond wel echt. Hè? Jullie ja. documentaire trouwens al gezien van uh, Michael Schumacher? Ja. Ik niet. Ja. Wat vond je ervan? Uh, drie lelijke mensen eigenlijk, die een driehoek uh, echt ongelooflijk getalenteerd, <laughs> maar dat viel mij op eigenlijk wat een formuleen, hè, zo. Allee, dat is toch Uf, sexy. Mooi. En dan is ze de meest succesvolle mensen. en dan zo. Hmm. Maar uh, ik vond dat een. Uh, <laughs> ja. Ik heb ze gezien. Uh, en ik ben een grote Schumacher fan. Uh, en. Maar ze. Ze laten toch sommige dingen niet zien dat je weet dat er gebeurd is. Hmm. Zo... Die overstap in het begin bijvoorbeeld, dat, dat werd amper aandacht aan besteed. Ja, voilà. ze, ze hebben ook, echt ja. duidelijk gekozen voor... En de, ja, de familie heeft meegemaakt, mee meegeproduced. Dus ja. dat is normaal dat je dan niet de kritische... Hmm. Wat of zijn, zijn remactie in Monaco bijvoorbeeld. Ja, dat inderdaad. Is zijn toch eigen zetten voor de, de kwalificatie. Dat is een van de grootste fraudegevallen... Dat, is, dat wordt allemaal wel zelfs niet over gerept. Dus da, dan denk ik van ja, oké, okay, dat, dat beter kunnen. En ik vind dat ook schoon uh, als een sportman die uh, uit een bocht gaat, echt figuurlijk, <laughs> dat je dat kunt benoemen. En je dat je kunt zeggen, dat, hoort van, ook, voilà. ja, dat hoort En, heel, en je ja. kunt dat dan zeggen: van jij wordt ja, een allergrootste en je wordt nog groter als je zegt. Toen was ik echt een lul. Maar als je gewoon verzwijgen, ineens ja. gewoon ja. wegmoffelen, dan. Ik dat hij het zelf wel. Toegestaan hebben, maar nu was het, ja, het is duidelijk ja, dat had, dat niet ja, meer kan. Ja, andere heren. mensen die. die er, ja. Wat ik heel raar vond, dat ze op het, dus zijn zoon en zijn dochter komen niet aan het woord. Tot ineens de laatste twee minuten. Ja. Mogen ze de papa ze even zijn. ophemelen of vond ik heel erg vreemd ja. dat dat daar ineens erbij kwam? Ja, ja nu dat ik aan terugdenk, vond ik eigenlijk een zeer slechte. <laughs> <laughs> het was interessant om te zien gezien, de mens achter Schumacher, achter de piloot, die leerde wel kennen. Uh, maar of qua, voor zijn, zijn Formule 1 carrière was het een, ja, dat is een, een Wikipedia die verschilt. Versch ja, ja voilà, dat, dat heb ik ook ja. gehoord. En dat is ook eigenlijk waarom ik het nog niet heb gezien. Het enige leuke: er nog. Nog eens bij vond ik dat je nog eens aan herinnerd werd hoeveel moeite hij heeft gehad in die eerste jaren bij Ferrari. Ja. Want door het succes ja. dat ze hebben gehad, die, die vijf jaar, die vijf wereldtitels op rij, is het gemakkelijk om te vergeten dat hij effectief vier jaar heeft gesukkeld daar. Ja. Of gesukkeld is overdreven gezegd. Want eigenlijk die, voor, vooral die eerste twee seizoenen ja. waren lastiger. Ja. Maar Hakkinen maar was, was dat een snellere wagen, bijvoorbeeld. En ook hij kwam van niks. Hè? Dus ja. dat was echt met versleten banden. en en van het de vuilnisbak pakte voor de karting. Dat is op zich een inspirerend verhaal. <laughs> ja, en, en hij ja. heeft, allee, de, de, het feit dat hij inderdaad in een trage auto heeft gezeten bij Ferrari. dat benadrukt nu zijn krachten. Hij heeft het omgedraaid. He. En, en dan een grote tragedie vind ik dan. als je zo goed wordt in je sport. dat je ook verantwoordelijk wordt voor de meest saaie periode. Zoals de de ja. dominantie. Maak het nou Ja, Bij hemelten eigenlijk niet anders. Het... Voilà. Ze zeggen dat altijd oh, op, op, het, op het moment. Maar als je daar over zoveel jaar op terugkijkt, zijn het vaak net momenten waar je met heel veel plezier op terugkijkt. De dominantie van een bepaalde ploeg in welke mm. sport dan ook. Ja, omdat je vergeten bent dat je tien keer in slaap bent gevallen op zondagmiddag. <laughs> ja. Dat is gewoon, je zat er gewoon doorgeslapen? Als je dat allemaal in een minuut propt, is dat wauw. Maar als je het echt moet, beleef het maar eens. Hè. Als we nu terug vertrokken zijn voor pakt uh, dominantie van de komende tien jaar ja. van Haas. Allez, ja. ik zou het niet. <laughs> dat is toch, dan denk je ook van ja, dat gaat. Maas op in zes keer kampioen. Dat gaat niet goed zijn voor, het, het, voor het merk Formule 1. Het is tof dat er, dat er uh, altijd toch minstens ja. één of twee zijn die ja. meeste. En, en eigenlijk in die zin, dat is een mooie conclusie, dat daarom die titel voor Hamilton dus eigenlijk heel belangrijk kan zijn. Ja. Om die extra glans dat te geven. kan zich in... nu echt bewijzen. Ja, ja, te dat, zeggen dat, is, dat is het jaar dat de mensen gaan onthouden. Ja. Die jaar ervoor, die, die ultra van Mercedes, die komt dan misschien niet zoveel aan bod. Dus, of, uh... Op zich maakt het niet uit als dat één piloot vijf keer op rij wereldkampioen ja. zou worden. als het elk jaar maakt. Het is maakt. gewoon als, als strijd je... is. Ja, strijd. En als ja. je, als je in, in een auto zit en je wordt uh, eigenlijk met de vingers in de neus alleen. dat is nog relatief natuurlijk. Hè. Dan gaat je al sneller denken: het ligt aan een auto. De, hij heeft gewoon een snelle Mercedes. En terwijl nu weet je gewoon, hij ja, heeft zich bewezen door cool te blijven op het moment dat het moest. Uh, voilà. Als er iemand in hun nek aan het heigen is. Ja. Het ligt minder aan een auto, nu is het echt meer. Uh, ja, en die kwaliteiten zie je natuurlijk niet als, als hem niet wordt gechallenged. Voilà. Dus dan dus kun je die inderdaad he? denken, dan is een heel makkelijke conclusie als je kort. Maar de tijden bod, van, oh, ik weet nog bij, bij Schumacher en bij Hamilton ook. Er waren wedstrijden dat die amper in beeld kwamen. Die reden zo hard ja, dat klopt. voorop. Totaal interessant. We gaan kijken naar de, de strijd voor plaats 5 en 6. Awesome. <laughs> en dat je zo mee aan het kijken bent, maar dat ja, je dat denkt van de ik... hey, laatste ronde zien we ineens uh, Hamilton af <laughs> Schumacher. Ah, uh, ja, die wint. Dus, die was een uh, die wint. Gewassen binnen. Ja, dat, dat, dat is toch Dat vergeet ja, de ja. vergeten mensen. Klopt. Oké, okay, goed. Wat krijgen we volgende week? Wat wordt het? Doe een voorspelling. Ik weet het niet. Misschien dat ik eens een ga ik een wandeling maken met de familie. Ik weet nog niet <laughs> we ga <gaan> kijken. <laughs> Op de radio, het hoeft dan de de niet van mij. Inderdaad. Ik heb het wel gehad eigenlijk. <laughs> uh, mijn voorspelling is um, dat we, ik denk echt het, een mooie race gaan krijgen. Echt een mooi, clean gevecht. Ik weet dat veel nu denken dat dat niet zo gaat zijn, maar ik hoop dat er een catarsis komt en dat zo hm. nu mooie al de, ja, de, de, alle de, de, de vuiligheid achter de wegen is. Ja, dat, dat we nu echt gewoon. Er kan wel, er kan wel misschien een, een beetje een schrik effect. Uit de afgelopen Grand Prix. Maar vooral ze hebben allebei evenveel punten. Natuurlijk, uh, ja. als Hamilton uitvalt, dan is. Ik zomaar raken, is ja. nu. Ja. Voilà. Dus ik hoop, ik zal een kaars branden, ik hoop dat we echt gewoon een spannende wedstrijd zien ja. met, met een terechte winnaar. Hè. Ja. Ik hoop wel degelijk uh, voor Max Verstappen, eerlijk gezegd. Ah, is het? Ja, ik ben toch uh, tijdens die podcast Overtuigd, een beetje. Toch? Beetje overtuigd geraakt en ook uh, het zak geld dat je mij net hebt gegeven heeft er ook bij geholpen. Mm -hmm. um, nee, ik denk echt, ik, ik hoop Max Verstappen omdat dat zou het beste zijn voor de sport. Dat zou het mooiste zijn. Hij verdient het ook. Hij heeft ongelooflijk gepresteerd en als we zagen op het moment dat Red Bull een beetje voor Mercedes stond mid-season, vond ik ook dat hij een betere job deed dan Hamilton. Maar ik vrees dat het Mercedes en Hamilton gaan worden met ze gewoon. Rustiger blijven in, in de meeste uh, ja. lastige situaties. Als de lijn zich doortrekt, zullen we waarschijnlijk een winnaar krijgen die ondersteboven in brand met, <laughs> uh, over de lijn komt, uh, met al zijn wielen kwijt. Ja. Dus ja, we gaan, het is afwachten. Maar het zou goed zijn voor de sport als ze zich herpakt en eens terug naar de kern gaan en dat is gewoon racen op de weg uh, zonder tubers en, ja, ja. en zonder ja. in. Ik denk dat dat klopt. Dat Ik hoop dat we dat ja, gaan krijgen. Lange winter. Okay, goed. Jeroen, bedankt om naar hier te komen. Sandra, gedaan. Bedankt dat jij er ook weer bij was. Dank je wel. Jij bent er volgende week ook? Yes. Zaterdag en zondag? Zaterdag en zondag. Wow. Oké. Okay. Zaterdag en zondag kan je het weekend gewoon... Uh, Formule 1 weekend volgen op PlaySports natuurlijk. Met de laatste grote prijs van het seizoen. En dan gaan we eindelijk weten wie wereldkampioen wordt van dit uh, spannende seizoen. Heel graag tot dan.